Tijdens het Eurovisie Songfestival in 2022, gehouden in Turijn, heeft het team van de Nederlandse inzending, S10, een officiële klacht ingediend wegens het niet respecteren van haar persoonlijke grenzen door backstage-medewerkers. Dit bevestigde de zangeres in het NPO 1-programma Sophie Jeroen. Afrotros, de omroep verantwoordelijk voor de Nederlandse inzendingen, bevestigt dat er destijds inderdaad een melding is gedaan bij de organisatie van het Songfestival. S10 vertelde in de uitzending dat de professionaliteit backstage ernstig te wensen overliet. In Nederland is alles heel gestroomlijnd. Backstage hier vragen mensen niet om foto's, filmen ze je niet zonder toestemming of vragen ze niet om videoboodschappen voor familieleden. Maar in Turijn gebeurde dat voortdurend, van de cameraman tot de technici, al dus de zangeres. Deze indringende benadering leidde ertoe dat iemand met een zaklamp met haar meeliep om anderen op afstand te houden. Op de avond van de finale hebben we een officiële klacht ingediend omdat de situatie onhoudbaar was. Vervolgens liep er iemand met een zaklamp met me mee om ongewenste toenadering te voorkomen, legde S10 uit. Een woordvoerder van Afrotros bevestigde dat de klacht ter plekke is opgelost. Eerder had S10 al tegenover verschillende media verklaard dat de sfeer achter de schermen van het zongfestival gespannen was en dat men voortdurend iets van haar wilde. Afro Tros heeft ook dit jaar een officiële melding gedaan over een onveilige sfeer backstage bij de organisatie van het Eurovisie Songfestival. Verschillende andere delegaties hadden eveneens geklaagd over de onaangename werkomstandigheden. De melding van Afro Tros werd ingediend voordat Joost Klein, de Nederlandse inzending van dit jaar, werd gedisqualificeerd na een incident met een cameravrouw. Details over het voorval zijn nog steeds onduidelijk, maar Klein zou een dreigende beweging hebben gemaakt naar de cameravrouw omdat zij hem tegen de afspraken in had gefilmd. Deze reeks incidenten werpt een schaduw op de doorgaans feestelijke en professionele atmosfeer van het Eurovisie Songfestival en heeft de noodzaak onderstreept voor betere backstageprotocollen en respect voor de persoonlijke ruimte en grenzen van artiesten en medewerkers. Afrotros blijft zich inzetten voor een veilige en respectvolle werkomgeving voor alle betrokkenen.